connected. Yo, mafketels, kun je me zien? Hoi. Oh jezus, zijn mijn spiegels vies. Ze helpt niet. Kan ik daar bij? Perhaps, Yo, mafketels. Dus, mijn naam is Stijn. Leuk dat je kijkt naar deze video. En in deze video gaan we weer terug naar huis, helaas. Heb je de video van gisteren nog niet gezien? Check hem even, die was fucking epic, want we zijn over de ring gegaan. En het zieke is dat je ook gewoon bij de ring Ultimate 102 E5 kan tanken. Wat best wel ziek is. Even mijn eigen vizier poetsen. Ik heb het tegen de kijkers. Je moet je niet altijd aangesproken voelen. Dus. Oh, nice. Willen jullie ook even? Zo. Oh ja, kut, mijn spiegels. Oh, dus dan neem je de weg die ik heb gereden toen, even mijn portemonnee te halen. Oh ja, is goed. Ook, ja, opa, ik ga echt niet aan de kant voor je hoor, ik weet niet. Oké. Dus, ons kleine tripje hier was eigenlijk simpelweg om stickers te halen voor de Nürburgring, omdat we er ook echt op geweest zijn. Dat leek ons wel heel tof. En nu gaan we terug naar het hotel. En gaan we vanaf daar onze laatste route rijden, mensen. Let's go. Scherp rechts, pas op. Thank you.
best netjes. Oké. De fuck is dit voor een aan elkaar geknoopte teringzooi? What the fuck? Ja, met een opgeschreven kenteken. Ja, dat zeg ik. Het zijn daarom. Het is echt aan elkaar geknoopt, jongen. Net even pauze gehouden hier. Prachtig eigenlijk, zo'n uitzicht. We zitten gewoon alleen maar op de voorkant van mijn Kuip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vliegen. What the fuck, jongen. Randebielen. Ja joh, ik flikker hier bijna omdat die doos van links door kwam rijden. Ik dacht toch echt dat ik voorrang had, maar nee, volgens mij ook niet. Nou, een heus klein stadje, bijna. Wauw, we zijn gewoon in bewoonde wereld. Ja, ik wou zeggen, het is gewoon een Haagse bocht, maar zo bedoel je. Sorry, ik zit daar. Nou, mooi, dan zijn we gelijk van die kutcamper af. Zo vet. Oh, daar, ja. Ja, ik weet niet hoeveel uitzicht we hebben vanaf bovenaf, maar... Oh, wauw. Moest dat weer? Dat moest weer. Hierin. En gewoon stil blijven staan met je doos cabrio. Er kwam niks achter mij aan. De richting was lang uit. Dit gewoon allemaal volgen.
alsjeblieft, rot op. Dankjewel. Wat? Oh. Oh. Deze vent verneemt het gewoon zwaar. Ja, bij het tankstation of wat ik veel. Nee, kebabhuis. Natuurlijk, hartstikke logisch, een kebabhuis. Oké, 15%, maar ja, dat zal opnieuw wel worden verneukt, want er rijdt een bus voor me. Supermens BMW. Wij moeten recht door. Mooi bocht hier. Wielrenners. Trabi. Zo, die wielrenner gaat snel. Ik wist het, hè. Ik wou het net al zeggen. Dan ga hij, als we die slingers krijgen, komt krijg ik weer zo'n auto voor me. En tada! Handig, meneer de BMW's, heel handig. Oh nee, een berg. Het kon bijna niet erger. Als er nog een Belg in een Opel was geweest, was het nog erger geweest. Maar dit is echt al heel erg, zeg maar. Heeft hij een petje op? Ik weet niet, ik zal eens kijken. Ah, kut. Ja. Yeah. Nee, het is gewoon een oude zak. Dat kan ook. Nou, het houdt niet op, niet vanzelf. Ik zei, zeg niet dat we rechtsaf moeten. Oh, hij laat ons ervoor. Wat een aardige man. Ja. Wat een aardige Duitser, joh.
ging er toch heel eventjes boven de maximum toegestaande snelheid. Dat was eng. Ga je vooruit. Fucking hell. Nou. Die was mooi, hè? Oh, ik zit in de ondertoeren. Trekken! Kom op! Kom op! Holy shit. Kom. Oh. Vet. Inches later. Split. Okay. Hoe ga ik niet al te asociaal dit ding? Hey, daar staat dezelfde motor als Remy heeft. Met die uitlaat uit de kont. Ja, even die temper eraf. Geintje, Remy. Ik zal hem anders even die kant op doen. Voordat als ik hem moet jumpstarten, dat ik al ready sta. Pop, je kan het. Yes, baby. Het leeft, het leeft. Ik ben nou toch een partij chill aan het rijden. Nou, moet je maar eens kijken. Moet je even iets meer links. Oh, pas op. Of van boven, springen ze van boven op hier. Die gaat alweer op de remmen. Alsjeblieft, ga er langs. Ja, niet gaan! Versnellingsbak, jongen. Echt waar. Ze denken gelijk dat je de ASO van de buurt bent. Terwijl ik al gewoon naar z'n tweeën wou. Maar,
dit is wel degelijk dezelfde weg als heen. Ja, maar dat betekent dat we ook weer die gezellige politieman tegenkomen. Ja, dat is goed. Oh, daar zijn we nog super 100 zelfs, joh. Okay. Die ben jij weer te slijmen bij die Karen. Nee, nee, nee. Ze zegt, je moet de volgende keer afstappen. Want als je samen tankt, ja, en er komt benzine op jouw motor, die is warm, kan die zo in de fik vliegen. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, laat hem dan gaan, zegt hij. Fucking ben je ook echt. Echt een mongool.